Hoi en wat superleuk dat je weer kijkt naar een nieuwe aflevering Bloemschikken. Ik ben Carlijn Tukkus en ik leer jullie alles over bloemschikken. En vandaag gaan we een veel aangevraagde video behandelen. Namelijk de voorjaarstoef. Vorig jaar was die razend enthousiast, heel veel verkocht. En vandaag gaan we een hele mooie versie opmaken. Doen we ook weer met mooie voorjaarsbolletjes. Daar waren jullie ook weer enthousiast over. Dus ik zou zeggen, heb je er zin in? Doe alvast een duimpje omhoog. Dus abonneren op dit kanaal is helemaal gratis. En blijf op de hoogte van alle leuke video's die ik maak. En wil je dit pakket van vandaag bestellen? Hieronder in de beschrijving vind je een linkje waar je het complete pakket kan bestellen. Of ga naar www.uonlinebloemist.nl. Daar vind je het onder op je cursuspakketten. Goed, ik heb genoeg gezegd. We gaan gauw aan de slag. We gaan vandaag dus weer aan de slag met mooie materialen die goed indrogen. Dus je kan er heel lang van genieten. En daar houden we natuurlijk van. Dus ik ga jullie even iets dichterbij halen. Dan kunnen jullie precies zien wat ik doe. Ik heb dus voorjaarsbolletjes en daar haal ik het zand van af. En ik zet hem even voorzichtig op een prikker. Zodat we die ook goed kunnen verwerken. En dat doe ik met het hele potje. Als je dat hebt gedaan, gaan we verder met de volgende materialen. We gaan toefjes maken. Dus dat betekent dat we kleine stukjes van de bloemen nodig zijn. Als je bij het eucalyptus net boven het blad knipt, dan kan je meerdere stelen gebruiken. Heb je dus een wat langere steel, knip je net boven het blad. Dan kan je deze gebruiken en je kan deze gebruiken. En dat doe ik met al het materiaal, dus dat maak ik allemaal wat kleiner en zorg ik dat ik daar straks stoefjes mee kan maken. Als je dat hebt gedaan, gaan we alvast toefjes maken met allerlei materiaal wat je net eigenlijk geknipt hebt. Dat doe je door elke keer een toefje van elk iets een beetje bij elkaar te pakken. En de ene keer kunnen dat alle materialen zijn, maar je kan ook om en om werken wat je zelf leuk vindt. En daar doe je dan een draadje omheen. Dit vind ik zelf altijd heel makkelijk werken. Je kan ook gelijk op het touw werken. Dat werkt ook prima. En dit is vaak net iets handiger. Wat je zelf prettig vindt trouwens. Zoals je kan zien pak ik elke keer wat materiaal bij elkaar. En daar doe ik dan een draadje omheen. Zodat dat bij elkaar gebonden zit. Knip ik eventjes het steeltje af, zodat je toefjes hebt. En dat mag je met al je materiaal doen, dus allemaal toefjes maken. Zoals je kan zien heb ik heel veel toefjes gemaakt. Ik heb er nu, het is een beetje afhankelijk van jouw dikte van de toefjes. 2, 3, 4, 5, 6. Ik heb er ongeveer 16 eerst gemaakt. Dus we gaan even kijken hoe ver we daarmee komen. En dan hebben we natuurlijk de voorjaarsbolletjes op stok nog. Ik heb een mooi touw. Daar gaan we mee werken. Wat we gaan doen is elke keer een toefje op het touw leggen. En daaromheen binden we het ijzerdraad. Dus je zorgt elke keer dat het toefje goed vast zit. Vooral de eerste keer even een paar keer extra wikkelen. Kijk, dan hebben we al het begin. En daartegenaan leg je elke keer het volgende toefje. Hoe dichter je op elkaar werkt, hoe dikker de toef wordt. Je kan ook zeggen van ik doe aan beide kanten, dan wordt hij weer wat breder. Ik vind het ook mooi om hem wat smaller te doen, dus net persoonlijk. En als je er tussenin wil werken, dan doe je elke keer aan één kant
Dat hoef je. En vaak wikkel ik even twee keer er goed omheen. En dan trek ik hem even goed aan. En op die manier maak je een mooie toef. En dat doe je met alle toefjes die je hebt gemaakt. En zo werk je elke keer door. Dus je trekt hem aan. Het is niet moeilijk. Je moet even handigheid in krijgen. Leg ik hem er weer tegenaan. Wikkel ik even weer twee keer. Als je hem nog niet helemaal goed vast zit, doe je nog een keer extra. Je trekt hem wel eventjes weer goed aan. En zo bouw je de toef op. En we hebben natuurlijk de voorjaarsbolletjes. En die kan je er ook tussen werken. Je kan ze er later tussen steken. Als je dat handiger vindt, dan kan je even precies kijken waar je het wil hebben. Je kan het ook gelijk meebinden met de toef. Dan leg je hem er gewoon elke keer ook tegenaan. Maar doordat je hem op een satéprikker hebt gezet, kan je hem er ook later goed tussen prikken. Dus dat is net wat je zelf handiger vindt. En hoe grover en hoe breder je toefjes in het begin zijn, hoe grover jouw toef ook wordt. Dus dat is natuurlijk smaakverschillend. En ik kijk altijd een beetje naar de kleurverdeling, omdat ik verschillende toefjes heb gemaakt. Dat hij mooi gemengd doorloopt. Dat het alle kleuren aan elke kant weer een beetje terugkomt. Als jij dan jouw toef lang genoeg vindt, dan maak je even een goede wikkeling. Dat alles echt goed stevig vast zit. Ik vind het wel mooi om dan nog even een los toefje met gipskruiden bijvoorbeeld iets korter op te doen. Dat is mooi weggewerkt. Dan maak je de lus op maat. Dus je kijkt even hoe groot jij jouw lus wil. Dat is persoonlijk, dus dat is net wat je daar zelf graag in wil. Ik wil hem niet te groot. Zo. En dan wikkel je hem nog een keer mee met het ijzerdraad. Dus dat die ook goed vast zit. En goed stevig, want er komt natuurlijk gewicht aan van de toef. Dat is belangrijk. Het ijzerdraad afknippen en dan ziet het er zo uit. Dus je ziet dan het ijzerdraadje nog, maar die werken we natuurlijk mooi weg. Kijk dan, prachtig die kleurtjes bij elkaar, zo mooi toe. Heel mooi aan de deur, maar ook mooi om op tafel zo te leggen. Droog mooi in, dus dat is natuurlijk geweldig. Dan gaan we verder met het wegwerken van de touw. Daarvoor gebruik ik dunner touw en dan wikkel ik net zo lang omheen, zodat je dan geen ijzerdraad meer ziet. Dus op die manier werk je de lus mooi weg en heb je een mooie sierlijke lus om alles aan op te hangen. En aan het eind doe ik dan een knoop. En dan zie je dat de toef prachtig is weggewerkt. Dat het er mooi sierlijk uitziet. Je ziet geen draadjes meer. Ja, en dit is natuurlijk een prachtig mooie toef. En dan heb je echt iets prachtigs om neer te leggen, op te hangen. Ja, echt voor je. Ja, leuke kleurtjes zo bij elkaar. En die witte druifjes zijn natuurlijk prachtig hierin. Wil je dit pakket nu zelf maken? Hieronder in de beschrijving vind je een linkje waar je het complete pakket kan bestellen. Of ga naar www.uonlinebloemist.nl. Dat vind je onder kopje cursuspakketten. En
Ja, ik vind hem echt weer heel erg leuk. Heel mooi, vrolijk. Straks richting de Pasen kan je er wat kwattel-eitjes tussen doen. Is ook heel erg tof. En je kan er gewoon lang van genieten omdat hij gewoon mooi indroogt. Dus dat is natuurlijk heel erg leuk. Ja, mocht je weer iets anders willen zien, je mag hieronder altijd een berichtje neerzetten wat je graag zou willen zien. Of volg mij op Facebook of Instagram, daar deel ik ook veel, maar daar kan je ook veel feedback of berichtjes sturen. Dus dat mag ook altijd. En dan hoop ik dat jullie het weer een leuke video vonden. Vond je het leuk, doe een duimpje omhoog en dan zie je mij de volgende keer weer.